Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Welkom bij deze boodschappen shoplog. Het was me gelukt om weer een boodschappen moment, reservemoment, te blokken bij de Jumbo. En wel voor zondag. Wat ik super fijn vind, want dan heb je alles in huis voor de hele week. En dan komt het helemaal een soort van logischer voor mij. Zeker als ik op maandag werk, is het erg lastig. Maar nu kwam het net en toen dacht ik, ik ben vergeten fruit mee te bestellen. Dat was ook een beetje chaotisch. Dat heb ik dan als ik ver van tevoren mijn reserveermoment vastleg. Dan gooi ik daar 10 keer een 4-pack histoclear in. Want dan heb je het reservemoment dat je kan lokken. Want dan heb je daar voldoende bedrag op staan. En dan kan je dat in de loop van de week aanvullen. En dan bedenk ik me op vrijdagmiddag. Shit, dat moet ik nu doen. Want dat loopt om middernacht of zo af. En dan ben ik het als een malle aan het bijvullen. En het was druk in huis. Maar goed, ik heb dus voor des wel alles. Ik kan eventueel dinsdag nog wel even fruit halen bij de markt. We hebben ook nog wel wat. We hebben nog witte druiven, we hebben nog rode druiven. We hebben nog mandarijnen, zie ik nog liggen. Ik zie nog wat appels. Dus dat komt wel goed. We kunnen er sowieso nog wel 2 dagen vooruit. Voor des heb ik een aantal receptjes via de Albert Heijn app gevonden. Ondanks dat ik het wel zo dus bij de Jumbo bestel. Maar bij de Albert Heijn staan dus de macro's erbij. Dat vind ik fijner, want ik doe zelf If It Fits Your Macro's. Dus ik doe macro's tellen. Dus dat vind ik gewoon super fijn dat ik dan in één keer het allemaal erin kan zetten in plaats van dat ik het per product moet doen. Mocht je zelf ook macro's willen tellen, ik heb onderin een blog staan waarin ik uitleg hoe je dat voor jezelf kan berekenen. Dat je weet hoeveel je mag eten. En het gaat nu heel erg goed. Zo voor minuten kilo dus. In een week vind ik dat echt super goed. Het gaat nu waarschijnlijk langzamer, het was vooral vocht. Dan ga ik dus de linkjes doen naar de recepten die ik gebruik deze week. En die zijn dus van de Albert Heijn. Dus altijd wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je dit soort video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de boodschapjes. Zoals je ziet, het is ook echt avondeten superveel en dan bijna helemaal niks. Maar goed, dat compenseert weer een beetje. Het was overigens €101,43. Dus een stuk beter als vorige keer, maar dat is dus omdat ik fruit mis. We eten een keertje zalmfilet met quinoa en Thaise groenten in een receptje. Er moest eigenlijk 3 kleuren quinoa zijn, maar ik dacht, die kon ik niet vinden en deze wel. We eten een keertje, als we met z'n tweeën zijn, gewoon shawarma. Dan doe ik wel de pita broodjes bij het eten op een zondag, dus dan kan ik ook sporten, want dan heb ik geen kinderen. Dus dan komt dat helemaal goed. We eten een keertje de vegan farfalle. Daar hoort deze trouwens ook nog bij. Dat doen we dan met vegetarisch gehakt. Om een klein beetje wat minder vlees te eten en toch aan ons eiwitjes te komen. Vind ik dat fijn om het af en toe te doen. En dit vind ik echt super lekker erbij. Dit smaakt gewoon helemaal goed. Deze vind ik ook super lekker. De kaasnietsels van de Jumbo. Ik vind ze niet lekker van 11 andere supermarkten. Maar deze zijn echt goed te doen. Ik vind de kinderen ook super lekker. Met aardappelkekjes en broccoli is een keer een avondmaaltijd. We eten een keertje orzo met kalkoen. Dus daar hebben we de orzo voor nodig. De spinazie. Daar had je kalkoenborst voor nodig. Ik heb dus kalkoenblokjes. En geitenkaas. En dus een hele zakje spinazie. En we hebben ook een keertje dat we Japanse teriyaki zouden eten. Dat was een maaltijdpakket van de Jumbo. Maar ik kreeg vanochtend een e-mailtje dat het maaltijdpakket zelf niet bezorgd kon worden. Dus ik moet er even iets anders op verzinnen. Maar we hebben in ieder geval dus hier surunderreepjes, roerbagmi en sesamzaad. Kan ik vast wel iets mee verzinnen dat ik nog eventjes, als ik dan toch fruit ga halen, even wat extra's erbij. En dan komt het wel goed. Ik heb 2 verschillende soorten sla. Ik heb komkommer. Ik heb smeerkaas. Boterhamworst. Dit is meer een soort van snackjes. Tussendoortjes, worteltjes met paprika en komkommer. Met hummus. Dat is een heel erg lekker gewenst tussendoortje bij ons. Ook de kinderen krijgen dat mee naar school. Vinden ze helemaal lekker. Ik heb de lactosevrije kaas van Brooke. Vorige week had ik natuurlijk 2 grote blokken kaas besteld in plaats van 1. Dus dat hoefde ik deze keer niet te doen. Ik werk ook weer gewoon een beetje, niet meer zoveel als eerst, maar ik dacht dan kan ik lekker carpaccio meenemen na mijn werk en dan een beetje sla en een beetje komkommer en dan heb ik een heerlijk lunchje. Ik heb natuurlijk weer Cola Light Zero Caffeine en dan 1 pak Crystal Clear. Haal ik natuurlijk de 9 extra pakken, haal ik er vanaf als mijn bestelling aangepast wordt. Deze waren ook echt een hit in ons huishouden, dus ik heb weer 2 karamel flavored en 1 keer de chocolate chip. We hebben nog wel wat staan, maar het gaat hard zat, want die kinderen vinden het ook super lekker. Ik vind het lekker en het is echt een redelijk goede macro's. Ik heb ook weer koekjes in de koekjestrommel. Ik heb bewust gekozen met chocola, zodat ik ze niet ga eten. Want daar krijg ik super erg een migraine van. Ik heb weer lange nekken, want die vinden de kinderen super lekker, ook voor mij naar school als tussendoortje, noem maar op.
En smoltjes dan, speculaasjes. Vind ik ook handig als het soort van in, al in zakjes zitten. Waardoor ik het gewoon per zakje gewoon zo in een bento boxje kan doen. En dat was het voor deze week. Het valt dus echt reuze mee vergeleken met vorige week. Want het was echt gewoon bijna €160. Ik heb natuurlijk nu ook een stuk minder groente en fruit. Want ik heb nog van die bieten en ik heb nog van die wortels om een sap te maken. Ik heb vorige week al heel veel tofu met die chutney op. Dus dat wil ik deze week niet. En dan hou ik het weer bij carpaccio. En dan kan ik volgende week weer kijken. Dus dan komt het helemaal een beetje balans. En je moet niet alles in één keer willen veranderen. Alles heb ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En eventueel de linkjes naar die receptjes. Zoals altijd wil ik jullie ook vragen om deze video een duimpje omhoog te geven. Als je deze video's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal als je nog niet dat bent. En dan zie ik jullie in de volgende video. Fijn weekend. Doei doei.